Voor Geert Wilders was het een extra mooie dag. Hij zit namelijk al 25 jaar in de Tweede Kamer. En dat leverde hem een felicitatie op van de premier. En wat je even moet weten, is dat Geert Wilders zich op de eerste dag na de vakantie altijd verstopt. Geert Wilders, dit is volgens mij het eerste Kamerdag na zijn 25-jarig ambtsjubileum. Ook aan hem, waar hij ook in het gebouw is, van harte gefeliciteerd. Ja. Hij zat gewoon weer onder het bureau van Kuzu. Hè? Nou ja. En uiteindelijk kwam hij tevoorschijn en kon iedereen hem feliciteren. Alleen de verslaggever van RTL, die had daar niet zoveel zin in. Vandaag 25 jaar Kamerlid, dus ja, wel iets om trots op te zijn. U dacht niet als een mooi moment om te stoppen? Oké. Oké, die komt niet op mijn 10-jarig huwelijksfeest.